Goedemorgen. Wij zijn wakker. Mila en ik zijn al vanaf 4 uur wakker. Ongelooflijk, maar ik werd wakker. Mila werd wakker. Wij waren wakker. Dan kruipt ze bij onze bed en zeggen, we konden allebei niet slapen. Wij kregen, op een gegeven moment liggen we. Ik zeg, Mila, kan je ook niet slapen? Nee. Dus op een gegeven moment, rond 5, zeg ik, zullen we midnight snacken? Ja, ze springt uit bed. Dat doen we heel soms, als we echt niet kunnen slapen allebei. En als ik honger heb, dan zeggen ze, zullen we midnight snacken? Dan gaan we samen midnight snacken. Ze hebben hierheen gelopen en toen had ik een yoghurtdingetje gepakt. En een broodje. En toen zei ze, oh, mama, mag ik die? Dat is een klein zakje chips, die van Panera. Ik zeg, ja hoor, schat, doe maar. Dus rustig een zakje chips te eten. En ik zie mijn broodje te eten zitten. De midnight snacken. Het is echt ons dingetje. En toen zijn we weer in bed gelegen. Gewoon niet kunnen slapen. We gewoon niet kunnen slapen. We zijn wakker gebleven met z'n tweeën. We zijn allebei even naar haar bed gegaan. Want dan kon ik Gregor doorslapen. Die heeft nu trouwens migraine. Nee, ik weet niet. Soms heb je dat, weet je wel. Maar goed, we zijn in Galax. In ons huisje hier. Echt een super schattig huisje. En er is vandaag markt. Dat is toevallig altijd op donderdag en zaterdag van 9 tot 1. Nou, het is nu vroeg, dus we gaan even naar de markt zo. Het is hier in de straat letterlijk. We zitten echt al op een leuk plekje. Nou, dan gaan we daar even kijken en dan ga ik zo even met haar meedutten of zo. Want ik heb weinig slaap gehad. Ja, lekker in de zon. Ik even vlechtjes bovenop maken? Of wil je een haarklemmetje? Haarklem? Wil je die gele of deze? Nee, maar jij mag die. Nee. Mag ik geel? Ja, nou, hij past niet bij mijn outfit, hij past wel bij jou. Warm, hè? De look voor vandaag is een hoge staart. Het is zo warm. Zo warm. Cool, hè? Ja. Ja. Lego? Of Meijer van Cars. Al die oude. Alle oude. Even de day, dat ding. Met mijn Crocs. Foefje? Ja, maar ik doe dus een oude outfit. Ja, outfit. Oh ja, we matchen met z'n allen, toch? Uh-huh. En we zijn bij de Farmers Market. Er staan letterlijk 5 kraampjes. Oh, het is echt heel schattig. Het had echt een paar kraampjes en allemaal zelfgebakken dingetjes en zo. Ja. Vet cute. Ja, nee, we moeten even goed ontbijten. Want anders ga ik nu allemaal dingen kopen. Gaan we muffins van een oma eten? Vind ik ook niet erg. Nee, vind ik ook niet erg. Maar we moeten wel even goed eten. Ik ben alleen bang dat als we klaar zijn met eten, dat dit voorbij is. Ja. Fiddle, dat instrument, komt uit Galax, uit het dorpje. Ja. Althans, het is hier populair of zo. Ja. Alles is dicht en deze ook. En gisteren zag ik dus bij het restaurant dat ze geld aan het inzamelen waren voor Max, die leukemie heeft. En nu, het is het al. Kijk. IJsjes Fiddle Shop. Wat een vibe. Dit is hem, kom maar. Oeh, try our new marketplace salad. Ga maar voor. Can I get an iced coffee? Or iced latte? Ze hebben antiek winkel bij de koffietent. Zo. Ja. Oh, kijk hier, Mila, kom. Oh, kleding? What? Bijna mee wil nemen, maar hij is zwaar. Oh, die smiley cups. Autootjes, joh. Kleding. Oh ja! Oh god, die meter ben ik volgens mij het vliegtuig vergeten. Wat leuk dit! Alright, het eten is klaar. We hebben ijskoeken, dit is Foef's broodje, dit is mijn broodje. We hebben smoothie voor Mila. Lekker! Wat een leuk tentje dit. Heel cute. Oh, dit is... Dan mag ik hem open, please. Zo lekker. Oh my god. Dat is lekker, toch? Mama, proef. Dit is niet normaal. Dit is zo lekker. Heerlijk, hè? En hoe is je smoothie, liefie? Dit was zo ontzettend lekker dat ik er nog één ga bestellen. Ik kan het zo. Oh. Als je wil, mag het. Daar is de volgende.
Jongens, deze staat easily in mijn top 3. Kijk, auto, die lijkt op... Die lijkt op deze. Ja. Op 1 staat dat ene Cuban broodje. Bij Key West. Oh, ik denk er nog minimaal een keer per week aan. Deze is ook echt... Het is zo simpel, maar zo lekker. Ja? Ook. Hij ziet die in de auto, mama. Mm. Probeer ook. Het is ook zo simpel. Er zit letterlijk, het is een biscuit. Er zit een ei, kaas, ui, best wel rauw ui ook. Een tomaat, that's it. Gregors, nog beneden hier bij die winkel met Mila. Ik wil even een quote met jullie delen die ik laatst las. Een kind hebben en zien opgroeien is als een hele lange, soms pijnlijke, langdurige break-up. Oh my god, mijn hart kan het niet aan. En je ziet ze groeien en steeds meer loskomen van je. Oh. Ik moet naar beneden met Mila. Kom. En iets van een wiebelstoel laten zien. Gregor zegt dat het geweldig is. Oké, okay. Laat me zien. Waar is die? Hier ergens? Oké. Okay. Kijk hoe vet. Echt heel cool wat ze hier allemaal hebben. Hé. Hier, we kunnen nog steeds niet vinden waar die stoel nou is. Daar is die. Die is wel heel leuk, ja. Love die vintage glazen zo. Wauw, kijk dan. Oh, die vaasjes. Wat vet, hé. Kijk dan, dit komt uit... Oh, het is een replica uit 1908. Please show this catalog to your friends and neighbors. Mama? Ja, schat? Ik zie het. Wauw, dit is toch vet, hé? Je wilt toch bijna zo'n boek. Dit zijn echt hele oude boeken. In zo'n boek meenemen en dan lezen. Echt heel oud. Zullen we de hele tijd aan deze tafel zitten en nep koffie drinken? Het is echt net zo'n thee, zo'n speelset, maar het is echt. Wacht, dit ding is elektrisch? Wacht, ho. Hoe dan? Ja, heel cool, schat. Ik vind deze pet dus heel cool. Wat? Ja? Ja. Dat is een lampje, ja. Hoe weet jij dat? Ik kan niet zien drukken. Nee, goed zo. Dit ook, zo'n spel. Dit is een coole vintage winkel. Zelden zo'n coole winkel gezien. Meestal is het toch wel veel troep. Ik zie ook wel troep, maar meer van... Er zitten echt wel wat pareltjes tussen hoor. Oh. Dit bordje lijkt op het bordje wat ons huis heeft. Oftewel, dit is hip hier. Dit, moeten wij deze hebben? Every family has a story. Welcome to ours. Dit is te grappig. $9. Oh mijn god. Hé, hey, een klomp. Kijk die schalen. Oeh, ik heb dat enge poppetje. Vintage, 1955, Ben Franklin. Wauw, deze vintage potjes. Kijk, al deze cast iron dingen. Kijk dan, dit. Is dit voor cupcakes? Oh, ja, muffins. Oh. Oh joh, dit wil je toch. Oh, jongens. Jongens, dit is gekricket. Ik ga die andere twee kopen. Dit is gekricket. Ja, beneden ook met Virginia. Daarboven ook. Hier. Oké, jongens. Dit is zo'n leuk stadje. Ja, het is echt heel leuk. Echt heel erg cute. Het is heel klein, maar het is echt geweldig. Er komen nog uren in die winkel. Ja, en die mensen die werkten waren zo lief. Met iedereen lopen praten, gezellig. Ja. En echt superleuk. Meneer die in België heeft gewoond even. Ja, de eigenaar, denken we. Ik denk dat de eigenaar was, ja. Ja. Maar hij sprak in Nederlands en toen in één keer zei hij nog iets. Kom eens. Oh mijn god. Zie jij wat? Take a rock, leave a rock. Mila, hier kan je een steentje neerleggen en een steentje pakken. Leuk, hè? Ik gok niet dat de blauwe ingeleverd wordt. Nee, maar we kunnen wel. Als je gaat wandelen, kan je een steentje vinden en hier neerleggen. Ik heb een heel goed idee. Laten we kijken wat we mooi vinden.
Kijken of we een soortgelijke vinden. Dit is wel heel kijk mooi. Hoe leuk, Take a Rock, Leave a Rock. Ik wil nu eentje vinden. Vinden? Je wil er eentje vinden? Ja. Heb je deze gezien? Je hoort daar zeker boven te liggen. Die heeft zeker iemand inderdaad daar neer. Die hebben ze bij die wandelingen hier neergelegd. Ik wil het. Gevonden bedoel ik niet. Ik wil een kleine zoeken. Oké, okay. Okay, nou laten we dan gaan zoeken later. Naar je dutje. En dan hier eentje neerleggen, oké? Okay? Zoveel motors. Echt een mooie Harley. Oh. Zo zie je weer. En... Dat was ik heb je gekocht. Kiezen. Een zeepje. En een kikkertje. Met een kikkertje. Ja. Hier zit een kikker in. Die heb ik zelf uitgekocht. Oh, that's funny. Yeah, it challenges the brain. There's a Skittle, it's a Skittle, it's a Skittle. But I've changed the texture of the Skittle. It's a French fry. Trying to look at each other. That might be even better, but. Yeah. I love the sour rice. Yeah. Okay, definitely want one of these. Yes, sir. Wij zijn net wakker van het dutje. En Mila heeft buiten hier in Galax een nieuw steentje gevonden. Welke kleur? Roze, hè? Blauw. Ja, die is van gisteren. Echt heel cool, schat. Zo leuk. Dit gekocht bij zo'n dude verkocht dit. Moo Munch, de Happy Crunch Freeside Munchie. De smaak is echt compleet. Ja. Het is ook niet hetzelfde. Skittles die gefreeze-dried zijn. Zo lekker. En dit, hè? Is ijs. Oh ja. Dit was dan de flavor van de Careless Unicorn smaak. En wij zijn elke keer doen een andere smaak en zo. Je moet echt je eigen ijs maken en dan freeze fryen. Oh, het matcht met je outfit voor even serieus. Het was op bijna. Ja. Dit was een laatste dag. Oké, ik weet niet wat het is, maar dan. Ik wil het. Ja. We hebben heerlijk meegeslapen met Mila. Echt, het dutje was echt nodig. Ja, dat kon geen kwaad. Nee, en het heeft zo te zien geregend. Dus ik denk dat dit het was. Het is weer zondag. Dan gaan we terug naar de winkel. Of de leuke dorpstraat. Winkelstraat, weet ik wel. Zo leuk. Ja, is je roze je favoriet? Ja, hij wordt bij mij zien. Ja. Dit is ook die blauwe. Yep. Dat is ook mijn. Zo, hier. En die hier. Zo. Zo. Kikkerie. Oh, yeah. Kijk, Bob, zit lekker een appelman. We zitten in de tent waar ik gisteren eten heb gehaald. Vet cute. Er is niet zoveel hier. En Gregor heeft precies hetzelfde eten. Zo mega menu. Hij heeft precies dezelfde bestel als die ik gisteren voor me had meegenomen. Steak quesadilla. Het is good. Prachtig. Althans, wat ik gisteren had was ook lekker. Ja, wat die quesadillas hebben, hè. Maar je mag dit ook eten, hè. Go eat. Oké, we hebben gegeten. We lopen nu weer 50 meter terug naar ons huisje. En dan gaan we verder lopen. Een kwartiertje lopen, dan ben je bij een bekende trail. Oh nee, een kwartiertje, dan zijn we aan het einde van het eerste gedeelte van. Oh, de trail. Ik dacht dat hij daar begon over een kwartier. Nee hoor, nog geen 5 minuten. Oh. Het is... We kunnen zo lopen, we kunnen iets verder en dan links. Nou, laten we eentje verder. Links, ja. Het is een wandelpad langs een verlaten treinspoor. Vet. Ja. Het is wel al 5:30, dus... Het, Ja, het is een huis hoor. Dus dat gaan we even doen, die wandeling, lekker na het eten. We hebben wat vroeg gegeten. Ja, er zat hier een jochie en die zei, hi Spider-Man. En zei hij nou, my name is Clever of zoiets. Het was echt zo cute en wij, hi Clever. Henley. Check dit. Fallout shelter. Oké, okay, wat is een Fallout shelter? Proof, tell me, enlighten me. Nou, als je Fallout hebt gespeeld, dan weet je het al. En als je van die preppers hebt gezien, dan weet je het waarschijnlijk ook al. In ieder geval, mocht er een oorlog, nucleaire ramp, whatever gebeuren, dan ben je daar veilig. Maar waarom hangen ze dat zo publiekelijk? Ja, ik weet is dat het niet. Een soort normaal van... zou je denken dat het voor de lol is. Misschien is het voor de mensen die hier wonen. En... Maar ik kan me best wel voorstellen dat het hier wel echt is. Ja, schat. Zag je bloemen? Oh ja, deze hier. Die zijn mooi. Maar ik vraag me of het dan inderdaad echt is of een grapje. Ons huis. Hij zet de koop trouwens voor 2 ton, dit huisje. Ja. Vet cute. Beetje te duur. Ja, Gregor vindt het te duur. Ja, voor wat het is gelijk met andere... Ja, zo'n mooie... Ja. Daarom staat maar hij thuis te koop ook, denk ik. Ja, maar hij is wel schattig. Hij is echt hij leuk. Gelukkig. Kijk even. Weer zo'n verlaten pand. En er staat zelfs online bidding. Real estate auction.
Dit in mijn mijn van met 2 uur niet. Oh, Roger, zullen we naar de website? Heb je wel de tijd? Dan heb je zeker de tijd. 1,43 acres. Hier kan je een coole shoot doen, zo. Met z'n drietjes? My god, hier ben je toch in? We zien trouwens danger, trail closed, no trespassing. Dus, ik denk dat wij lekker bij die, ja, en bij dat, hoe heet het? We gaan naar de trein, de fiddle. Hoe heet hun ding? Fiddle. Fiddle, bij de fiddle een fotootje maken met de trein en dan gaan we weer. Of bedoelen ze niet met de auto? Nee, ik denk dat sowieso niet, niet mag. New River Trail State Park, prima. Oh, kijk daar. Het hokje is ook dicht en zo. Ja, maar. Ja, oké, okay, daar staat het echt, echt. Daar staat het bordje nog een keer van, je mag echt niet verder. Oh, ja. Zo. Ja, balen. Kijk, een bankje. Wil je met die op de foto? Die is nog mooier. Ga maar. Dan die andere, hè? Ga maar. Nog een fotootje. Heel jammer, maar ja. Fotootje. Oh my god, je kan de trein in. Jammer, jij is daar dus echt afgesloten. Maar too bad. Het is echt zo'n dorp waar allemaal van die mensen zitten die in een witness protection program zitten. Het is gewoon heel erg verlaten. Er is niks. Weet ik niet. De supermarkt om de hoek. Allemaal vers fruit en groenten. Beans, peas, gluten-free, non-GMO. Nou, wat een avontuur jongens. We zijn in bad gegaan. Gezellig. En we hadden al wat gedoe met de wc en de douche. Dat het allemaal borrelde. Dat kreeg wel zei, gaat iets... Hij zei, gaat hier iets niet goed met de riolering? Nee. Dus toen gingen we in bad en toen naar de wc. En toen liep hij maar niet door. En toen was het badwater in de douche. Toen was het badwater in de douche. Toen was het toiletwater in de douche. En ik heb al staan porren en ik heb al met zo'n ding, heb ik het helemaal... toen op een gegeven moment, de douche lag vol. Het toilet kon niet door... Nou, in ieder geval uiteindelijk Airbnb mensen bericht gestuurd. En toen gebeld ook van, kunnen beide gewoon niet gebruiken. Ik bedoel, en toen is het... Ongelooflijk lieve man. Ja, ik kwam de schoonbroer. Ik hoorde... Een gesprek mee gehad. Ja, ik legde Mila op bed op dat moment. Die trouwens mij een kopstoot heeft gegeven hier. Dus ik heb misschien een blauwe plek. Morgen is het echt heel, heel hard. Oh, ik heb echt het ijs erop gedaan. Maar en ik hoor hem. Hi, Dale. Echt gewoon. En zo lief. God bless en alles. Maar die heeft zijn best gedaan om te fixen. Maar het is nog steeds niet helemaal gefixt. Maar weet je wat is? We checken toch morgen uit. Maar ja, het is natuurlijk niet fijn als je niet de wc kan gebruiken. Anyway. We checken toch morgen hier uit. Maar als het goed is moet het een soort van. Voorzichtig iets werken. Maar ach. Ja, het is niet op half verpost, maar... Een paar keer naar de wc nog, morgenochtend even douchen. En then we're out. Even een overzicht van de snacks te maken. Ik had namelijk een losse tas voor Mila snacks, maar die kunnen in principe nu erbij bij onze snacks. Maar er komen nieuwe dingen bij, zoals deze pumpkin popcorn, die ik even heb gekocht. En deze beef jerky, dus ik weet het even niet zo goed. Dan hebben we ook nog allemaal pakjes drinken. Van de koeler, het ijs is bijna gesmolten van die koeler. Mila is zo slim, hè? Want er zit er ijs in. En op een gegeven moment... Deze heeft dus maakt geen ijs. Helaas, want dan hadden we wat ijs bij kunnen gooien. Dus Gregor zei dat. Hij zei, oh, dat is nu alleen maar ijskoud water. En dus toen ze mij geraakt had hier, toen was het van snel ijs pakken. Dat zegt ze dan zelf, snel ijs. Dus Gregor zegt, oh nee, we hebben geen ijs. Nee, niet daar en ook niet daar. Dus Mila zegt, ik kan gewoon dat koude water gebruiken. Een slim handdoekje in dat ijskoude water. Een soort... Ik had er serieus niet aan gedacht. Ik zat echt van, oké, that's it. Ik heb niks wat ik er tegenaan kan houden. Ik weet niet. Ik heb een nieuwe bed trouwens. Yes. Oh ja, ja, gefreeze-dried ijs. Even laten zien. Zo lekker. Kijk, hij heeft ook deze gekocht. Freeze-dried. Het is just unicorn ijs. Oké, okay, ik ga vlog afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.